Nou, en dan moeten we denk ik verhuizen naar een heel groot huis. Ik ben gezellig met Kitty. Oh, oh, ik dacht dat. Niet dat. Dead. Dead. Het is donderdag. En mijn camera blijft weer niet liggen. Ik heb net toch nog wat boodschappen gedaan, want ik kom altijd achter dat ik nog wat mis. En ik zou met Lise gaan lopen. En het was droog. Maar het begint al te druppen. En de lucht wordt steeds donkerder. Dus ik denk niet dat het om gaat worden zo. Beetje jammer. Ik ben weer thuis en het ging toch steeds harder regenen. Nu even ontbijt deel 2 gemaakt. Ik ben echt blij dat ik dat ben gaan doen. Ik weet nog, ik heb een tijd gehad dat ik echt probeerde een groot ontbijt 's ochtends te eten, maar dat kreeg ik nooit weg. En dan zat ik altijd te vechten tijdens het eten. En toen heb ik een tijd niet ontbijt, omdat ik zoiets had, ik krijg het niet weg. Maar dat werkte ook niet, want dan ben ik altijd heel erg flauw en energieloos. En tegenwoordig ontbijt ik eigenlijk altijd in 2 delen. Dus als ik net wakker ben, eet ik een stukje fruit, meestal een banaantje. Ik haal dan niet van die hele grote, maar wat kleinere banaantjes. En dan als ik thuis kom, eet ik of yoghurt met fruit, of yoghurt, of brood, of wat dan ook. En ja, dat gaat echt heel goed. En dan heb ik het toch een beetje verdeeld. En dan, ja, dan krijg ik het weg en heb ik toch gewoon een goed ontbijt erin. Dus echt voor iedereen die moeite heeft met ontbijten en je de mogelijkheid hebt om dit te kunnen doen. Ik vind het zo'n verschrikkelijke aanrader. Ik heb trouwens heel wat pakketten binnengekregen. Maar er zit ook een heel verhaal achter. Sarah was aan het sparen voor deze set van Lego. Van Lego Friends. Dat is, ja, het is zeg maar een attractiepark en een kermis. Dit hoort dan bij het attractiepark. En deze weer bij de kermis. Op de pier. En, maar die serie gaat eruit bij Lego. Ja, dat vond ik een beetje sneu. Want ze is er zelf aan het sparen. Vond nogal veel om even allemaal cadeau te doen. Maar dan spaart ze en dan kan ze het, als ze het bij elkaar heeft, niet meer kopen. Dus ik heb ze nu allemaal voor besteld. En dan kan ze ze bij mij overkopen. En aan de ene kant denk ik dan, ja, zal ik het er niet gewoon geven. Maar aan de andere kant gaat het dan nut voorbij. Want ik probeerde wel te leren dat niet voor niets de zon opgaat. En dat je niet alles zomaar kan krijgen wat je wil. Dus ik ga sparen. Ik denk dat ik stickertjes, wat ik ervoor betaald heb, op ga doen. Dan kan ze echt zelf het bedrag zien wat het heeft gekocht. Want ze zat dezelfde centjes wat ze heeft aan het tellen. Dat is denk ik wel een leuk idee. En dan kan ze echt dus zien van zoveel moet ik nog sparen. Kan ze het zelf uitrekenen. Ja, en ik zie dat mijn scherm echt heel donker is. Volgens mij mijn instellingen nog. Ja, zo is die wel iets lichter. Al heb ik heel, heel veel tegenlicht van buiten. Maar goed, ik moet deze dus nu voor even een plekje gaan geven. En ja, het zijn lekker grote dozen. En hebben we ze nog niet eens allemaal. Maar vast deze 3. En ze heeft ook één, en dat weet ze nu nog niet. Van mijn ouders krijgt ze ook één van die dozen. Die gaan normaal altijd een hele dag uitgebreid weg. Maar ja, dat ging nu niet door. Dus ze hebben de allergrootste van die serie. Die hebben ze voor de gekocht. En die krijgt ze dan in plaats van het jaarlijkse dagje weg. En dan deze 4. En dan zijn er geloof ik nog 3 of 4. En dan is ze compleet, want ze heeft er 1. En dat is wel heel tof, want de kermis kan je natuurlijk bij het attractiepark doen. En dan heb je een heel groot attractiepark van Lego. Dus ik snapte wel echt dat ze dat heel erg leuk vond. Het is ook gewoon echt heel erg leuk. En ze heeft nog wel wat andere dingetjes die daar ook wel bij kunnen, zeg maar. En we hadden ook nog een, zeg maar een restaurantje, een beetje een fastfood restaurantje gezien. Maar die gaat er nu niet uit. Maar die is ook natuurlijk leuk, want in een attractiepark heb je ook vaak zulke gebouwtjes. Dus als ze het wil uitbreiden, kan ze dat soort dingetjes er ook nog bij doen. Nou, en dan moeten we denk ik verhuizen naar een heel groot huis en een hele grote Lego kamer maken. Want anders zou ik bij God niet meer weten waar het allemaal kwijt moet. Maar goed. Ik bewaar ook altijd de dozen, want als ze dan op een gegeven moment toch weg wil en willend wegdoen, ja, Lego is gewoon heel veel geld waard.
Dan kan ze het eventueel met dozen verkopen, mocht ze daar behoefte aan hebben. Zij verkoopt de oude speelgoed vaak voor geld, voor nieuw speelgoed. Nou, anderzijds Lego ook wel weer heel erg leuk om te bewaren voor later als je zelf kinderen krijgt. Bij mijn ouders ligt ook nog heel veel Lego van mij, van vroeger van mijn broertje, zelfs nog Lego van mijn moeder. Maar ja, dat wordt generatie op generatie natuurlijk steeds meer. Dus ja, ik moet gewoon even kijken hoe valt allemaal. Ik ben gezellig met Kitty en met Sarah, want Marco eet later. En we hebben echt zo'n lekker vlees. We hebben een hele, hele grote stapel mini-schnitzels. En dat is zo lekker. Ja. Wij zijn weer Shit Happens aan het spelen. In ieder geval, ik weer Kitty voor het eerst. Dat is te grappig. Ja? Ja. Your dog kills your neighbor's pet bunny. Oeh, ik denk dat dat wel stress geeft. Tussen 40 en 83. Nee. Nee? Oh, ik zit al te denken met alle stress, ruzie, buren, buurt, verhuizen. Zet even een stapeltje even hier. Ja, beter. Ja. Even kijken. Vishoek en thumb. Vishaak in je duim. Je moet worst case denken, hè? Dus full blown erdoor. In je duim? Ja. Door je nagel? Naar het plaatje. Kijk, plaatje. Volledig erdoor. Nou zo, je moet bij alles worst case vanuit gaan. Denk ik. Ja, zeker? Ja. 20 maar. Maar dat is wel vaak, ik denk even, sommige dingen word ik helemaal gek. Beamed bij fastball. Dank je. Beamed bij fastball. Nee, tussen 9 en 33. Ja. Ja, ik denk die is niet zo... we staan gelijk. Creepy homeless guy follows you home. Sorry, maar dit vind ik heel goed. Hey, die vind ik echt eng. Ik heb wel een creepy guy gehad die me altijd bij de trein gaat. Denk hier, hier. Ja, ga je. Nee, hier helemaal. Wat? Begin, 21,5 maar. Dit spel gaat echt lang duren. Oeh! Shark attack. Lose one arm and one leg. Ja, die zet ik hoog. Ja. Ja, ja, maar dat is gewoon een koppertje. Ja, maar die, dat is echt... Ja, dat vindt iedereen, ja. In-laws visit for a week. Sorry? In-laws visit... Schoonfamilie, voor een week. Volgens mij zijn het voor door Engelse mensen gemaakt, dus die is sowieso hoog. En ik denk dan... Nee, we moeten kijken met de rest. Ja, want wat was die 88? Dit is your spouse fucks that person left to you. Ja, maar dit is in-laws visiting. Ja, maar ik denk dat, dat je het erger vindt dat iemand vreemd gaat, dan dat je... Schoonfamilie op visite komt een week. Ja. Maar als het Amerikanen zijn, die zeuren, dus dan zit het bij hun wel hoog. Ik weet niet of het Amerikaans is of Engels. Of... Ik weet het niet. Ik denk dat ze het niet zo erg vinden als dat erger is dan dat Mariah Carey de continu loopt. Ik vind het een leuk liedje, dus ik zou dit wel overleven. Ik zou het echt overleven. Bad bugs. Ja, daarom. Dus daarom denk je, het is sowieso hoger dan dit. Maar dat denk ik met alles. Ja, maar omdat het allemaal gekut is, dan wil je alles hoog zetten. Your spouse fucks a person on your left. Ja, die is echt erg. Ja, ik denk dat dat hier zit. Your arm is amputated. Ja, ik denk dat dat erg is sowieso. Dat kunnen we wel... Of heb je liever je arm geamputeerd in je schoonfamilie? Dan heb je het echt slecht. Ik ga voor hier, maar ik denk dat hier te zitten. Daar gaan we hier. Nee. Wat? Ja? Ik heb je nog gewoon een klein beetje geprobeerd te sturen. Your error loses big game. Your error loses big game. Ik denk heel laag. En wat is heel laag? 9. Onder 9. Nee. Maar je zat wel 14, ja. Het scheelt niet heel veel. Dat was even vervelend op dat moment, maar... Squirrel in the house. Een eekhoorn? Ja, eekhoorn in huis. Oh, dat is niet zo erg.
is laag. Hij is laag. Ja, maar. Spannend, spannend. Squirrel. Dat is een moeilijk woord toch eigenlijk om goed te zeggen. Squirrel. 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 Squirrel in the house. Dat is net een rapnummer. Squirrel in the house. Vind ik dat erger dan Mariah Carey? Ik niet. Nou weten we je een liefde voor Mariah Carey dadelijk. Ja, ik vind het, zou dit niet heel erg vinden. Ik denk dat het laag is. Ik ga onder 28. Ja. Zo laag. Ja. Oké. Oh, ik ben. Ja, en we zijn gelijk spel. Call picking nose. Ja, ik denk dat je dat heel vervelend vindt op dat moment, maar daarna ook wel weer makkelijk. Dus onder de 9 zeg ik. Ja. Maar als jij dit één keer speelt, als je goed geheugen hebt, dan weet jij. Ja, maar moet je ze wel allemaal onthouden. Ik denk dat als je elke dag speelt, dat het niet meer. Ik ben benieuwd hoe je deze gaat laten. Dead hooker in de bed. Dus een slechte hoer in je bed? Nee, een dode. Oh, ik dacht het. Dead, niet dead. Oké, je hebt een. Oeh. Dead hooker, ben je geld kwijt, maar het is een dode. Is erger dan bedbugs? Ja, dat mag ik hopen van wel. Vind ik het erger dan dat mijn partner vreemd gaat? Het is wel heel erg een ethische vraag. Heb ik liever dat mijn partner vreemd gaat of liever een dode hoer in mijn bed? Ik heb liever een dode hoer in mijn bed. Oh, je bent erg. Ja, maar dit is persoonlijk. Maar... Is dat persoonlijk? Ja, is persoonlijk. Ik moet natuurlijk ook over het algemeen gaan. Als je vreemd gaat, had je niet gewoon een dode hoer in mijn bed kunnen leggen? Sorry. Maar je moet het algemeen gaan. Ik denk dat mensen dode mensen erger vinden dan... Gaan we voor hier. Yes! Ja, je hebt hem! Maar je arm eraf is nog steeds erger. Kitty is weer in huis en Marco en ik hebben de film afgekeken. Dat wil zeggen dat voornamelijk ik de film heb afgekeken en Marco hem voornamelijk slapend heeft. Het was echt grappig. Echt op het moment dat de allerlaatste seconde van de film werd ingezet, deden zijn ogen weer open. Maar goed, daar zat het toch niet meer in. En ik heb nu een snackje gemaakt. En ik heb een keer geen hartigheid, maar ik heb optimaal yoghurt en ik heb er allemaal verse aardbeien in gedaan. Ik denk even een gezonde snack, want ik moet echt weer gezonder gaan eten. En dit vind ik ook gewoon echt super lekker. Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar het is 11:30. En ik ga naar mijn bed. Ik heb de camera opgeruimd. Ik ga gewoon slapen. Dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!